Als je op oudere leeftijd werkloos wordt, dan is de kans dat je weer aan een baan komt niet zo groot. Een gezamenlijke campagne van UWV, werkgevers en uitzendbureaus, die moet daar een einde aan maken. Maar de vraag is of deze campagne onder de naam Open voor 50PLUS eigenlijk wel werkt. Tom Wildhagen, je bent hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University. Laten we meteen eens even een kaartje erbij pakken, want dit zegt eigenlijk alles, hè? De grafiek, leeftijdsgrenzen, de hoeveelheid kans die je hebt op werk. En wat er eigenlijk uit blijkt is, vanaf je 55ste ben je zo goed als kansloos. Ja, daar zit de knik. Hè. Dus als je kijkt naar de nieuwe vacatures die ingevuld worden, dan is het ongeveer zo'n 3% wordt ingevuld door 50PLUS. Dus het marktaandeel, zoals je het zou noemen, voor deze groep is heel laag. Hè. Ze werken langer door, klopt. Ze doen het goed, maar eenmaal eruit is de weg terug ontzettend moeilijk. Ja, maar hoe komt dat nou, dat het zo moeilijk is om weer aan een baan te komen dan? Ja, dat heeft toch te maken met de beeldvorming van werkgevers over ouderen. Ouderen worden gezien als minder productief en duur en riskant omdat ze ziek zouden kunnen worden. Is dat zo? Nou ja, dat is echt maar voor een deel waar. Voor een deel klopt dat dus niet. Hè? Want ouderen zijn bijvoorbeeld niet vaker ziek dan jongeren. Dat wordt wel gedacht. Wordt wel gedacht. Het is wel het punt, als ze ziek zijn, dan zijn ze wat langer ziek. Maar ook de productiviteit die neemt niet zo hard af, omdat ouderen dat makkelijk kunnen aanvullen met ervaring. Mm-hmm. Dus die beelden zijn hardnekkig. Dat ze niet flexibel zouden zijn, zouden er ook in kunnen zijn. Ja, maar dat is eigenlijk ook veel minder, omdat iemand van 50PLUS, die kan makkelijk een uurtje doorwerken, omdat de kinderen groot zijn. En iemand van 30PLUS, die moet naar huis rennen, omdat anders het kind voor het dagverblijf staat. Ja, duur. Duur, daar zit wel een beetje een puntje. Dat was vooral vroeger zo dat je, als je ouder werd, dan bleef je eigenlijk steeds meer verdienen. Elk jaar kwam er een beetje bij. Mm-hmm. Maar ja, dat is ook al wel gecorrigeerd. Dus ouderen zijn wat duurder. Maar dat het enorm blijft stijgen, alsmaar met de leeftijd, dat is ook niet zo. Maar waar ligt dan het probleem? Het probleem zit toch met name in de regels, zeg maar, die rond mensen in de arbeidsmarkt gelden en waar ouderen veel last van hebben. En het beste bewijs is eigenlijk dat als je kijkt naar de 65-plussers, hè, dus de veel ouderen, die staan niet op het grafiekje meer, nee, maar die zijn massaal aan het werk. Hoe kan dat? Omdat daar andere regels voor gelden. Dus één voorbeeld, als je in Nederland ziek wordt in een bedrijf als werknemer, dan moet het bedrijf twee jaar lang jou doorbetalen. Twee jaar lang. Dat is ook wel heel erg lang. Is nergens in de wereld zo, maar hebben wij ooit bedacht, omdat we veel mensen in de WO zagen stromen. Mm-hmm. Voor 65PLUS is een nieuwe wet, die is per januari ingegaan, en daar is het 13 weken. Voor 65PLUS mag je veel vaker een tijdelijk contract aanbieden dan voor 65-min. Dus in 10 jaar tijd is het aantal 65-plussers dat werkt, hè, dus die al een AOW hebben, van 100.000 gestegen naar 200.000. Verdubbeld. Ja, en daar zie je dus uit dat het dus niet per se de leeftijd is, maar het is de manier waarop we mensen in de etalage zetten. En eigenlijk prijzen we onze ouderen de arbeidsmarkt uit. Goed, dus het is eigenlijk verstandiger om iemand van 65PLUS aan te nemen voor een werkgever dan iemand die daaronder zit, vanwege die regelgeving. Dat is zo, maar dan zou je natuurlijk ook als overheid, we hadden gisteren minister Asscher op bezoek in Midden-Brabant. Want daar zit de kink in de kabel. Maar dan zou je kunnen denken, als dat nou werkt voor 65PLUS, dan moet het voor 50PLUS zeker doen, hè, want dan hebben die mensen meer kansen. En dat is ook heel opvallend als je dus praat, of als je kijkt naar studies van Nederland en omringende landen, dan zie je dat de Nederlandse werkgevers zijn negatiever over ouderen dan de Belgische, Engelse en Duitse. En dat lijkt vreemd, want ze haten geen ouderen. Nee. Maar ze hebben dus grote moeite met de regels en de relatie tussen de kosten en de risico's en de productiviteit die ze verwachten van ouderen. En wat zou dan je advies zijn? Wat heb je tegen Asscher gezegd? Nou, kijk, één simpel advies is, trek die lijn die dus werkt voor 65PLUS, trek die door naar 50PLUS. 65PLUS is fluitend aan het werk en 65-min zit in de kaartenbak. Oké, nou, toen kwam er dus een fantastische actie, hè? UWV, werkgevers en uitzendbureaus, samen een stervoetballer als boegbeeld voor de ouderen. En dan heb je een campagne. Ja. Wat vind je van die campagne? Nou, laten we eerst even zeggen, wat houdt die campagne precies in? Wat doet John de Wolf voor de ouderen? Nou ja, John de Wolf die gaat dus aandacht vragen, zowel bij bedrijven als bij mensen. Dus zijn motto zal waarschijnlijk worden, kom van die bank af, hè, want dat ligt voor de hand. Wil natuurlijk ook zelf laten zien, want is ook intussen wat ouder geworden, maar vitale, stoere man. Dus hij wil helpen om die vooroordelen weg te poetsen. Mm-hmm.
En mensen weer op het hoofdveld te laten spelen. Maar daar ligt heel het probleem niet. Nee, dus is zo'n campagne dan wel slim? Ja. Nou ja, kijk, zo'n campagne die vraagt aandacht voor een probleem. Maar intussen is het wel zo dat heel veel mensen kennen dat probleem. Als ze het zelf al niet hebben, dan hebben de mensen dat wel in hun omgeving. Ja. Dus het punt dat deze groep problemen heeft, dat weten we nu wel. Maar die nu gaat het erover de juiste dingen te doen. En alleen maar met campagnes van kies 50 plus. We hebben ook campagnes voor jongeren. We hebben campagnes voor mensen met beperking. We hebben campagnes voor vluchtelingen straks. Eigenlijk heeft iedere doelgroep zijn eigen probleem. Die heeft zijn eigen probleem en zijn eigen campagne. We gaan even een mooi voorbeeldje erbij pakken. Gilbert Alberto, dat is een 50-plusser die lange tijd werkloos was. En het lukt hem uiteindelijk wel weer om werk te komen. Even kijken. Ik heb bij elkaar 4 jaar thuis gezeten. Inmiddels 64, met heel veel ervaring. Maar ook met heel veel zin nog om te werken. Ook met hier en daar nog ambities. Hiervoor ben ik leidinggevende geweest op callcenters, klantenservice. Ook mijn vorige werkgever werd getroffen door de crisis. Ik heb heel vaak solliciteerd, soms 2 keer per week, soms ook 10 keer per week. Van die, laat ik het voor het gemak noemen, 200 keer, ben ik 3 keer op gesprek geweest. Ik denk dat ik te oud was. En later kwam het stukje, omdat het zo lang duurde, kwam het stukje van ja, u heeft geen recente werkervaring. Ik kwam hier als kandidaat in een reïntegratietraject terecht. Er kwam in de tussentijd een vacature vrij en ik heb erop gesolliciteerd en gelukkig heb ik de baan gekregen. Ik ben de reïntegratiecoach. Wij begeleiden de mensen richting betaald werk. Ik heb zelf ervaren natuurlijk hoe dat voelt. Blijf positief, probeer je netwerk in te schakelen en vooral nooit de moed opgeven. Nou, ik vind het knap hoor. 4 jaar lang thuis zitten, dat is niet niks, hè? Gaat dit zo bij 50PLUS? Ja, dit gaat zo. En het is een enorm drama, want je krijgt niet eens reactie op de brieven. Nee. Je wilt nog aan het werk blijven, je pensioen loopt van je weg, want dat gaat steeds later in. En dus je moet langer. En als je dus geen WW meer krijgt, kom je in de bijstand. Dan zit je nog een jaar in de bijstand. Maar die wet en regelgeving moet dus aangepast worden. Hoe lang gaat het duren, denk je? Ja, er is wel wat oog naar voor die loondoorbetaling bij ziekte. En dus ik denk dat een volgend kabinet daar wel mee zal komen. Maar ja, intussen blijft het probleem nog een hele tijd doorlopen. Tot wanneer ongeveer hebben we dit probleem? Nou, kijk, wat ook een positieve factor is, is dat in 2019 is de helft van alle volwassenen in Nederland is 50 plus. Dus het wordt dan wel heel moeilijk om geen 50-plussers meer aan te nemen. Want iedereen is dan ongeveer 50-plussers. Dan kun je er niet meer omheen. Dus als de wet en regelgeving niet snel genoeg zijn, dan is het in 2020 alsnog opgelost. Nou, dan zal het effect een stuk minder zijn, absoluut. Maar de realiteit is natuurlijk ook, ook de Brabantse economie draait in hoge mate gewoon op ervaren 50-plussers. Dus het is niet zo dat die leveren nu een enorme bijdrage. Ja. En dat zou best meer gerespecteerd mogen worden. Want de ouderen zijn zeg maar het speciaal bier en de jongeren zijn het pils. En dat gerijpte bier met meer procent is het nog steeds heel belangrijk, ook voor de Brabantse economie.